Voor twee bakplaten met ovenverse gevulde oude granen driehoekjes meet Evelyn alle ingrediënten voor het deeg rechtstreeks af in de kuip van de broodmachine. Neem 500 gram van de nieuwe AVV Classics mix voor oude granenbrood en doe er 8 gram droge gist, 8 gram zout, 15 gram boter en 280 ml water bij. Kies een programma voor deeg en laat de machine 20 minuten kneden. Bedek het deeg met huishoudfolie en laat 15 à 20 minuten rijzen op kamertemperatuur. Snij ondertussen de champignons, de courgette, de ui en de groene en rode paprika in blokjes. Verhit olie in een pan en bak hierin de groenten lichtjes aan. Kruid het geheel met peper en zout en laat uitlekken. Druk het deeg plat met de handen en vouw het dubbel. Rol het op tot een dikke worst. Bedek opnieuw met folie en laat nog een kwartier rijzen. Bestuif het werkvlak met bloem en rol het deeg uit met een deegrol tot een rechthoek van 60 bij 45 cm. Verdeel deze rechthoek in 12 vierkantjes van 15 bij 15 cm. Leg de vierkantjes met de punten naar je toe. Bestrijk met een siliconen kwast de onderste zijden lichtjes met losgeklopt ei. Verdeel de groentevulling over de deegstukjes. Vouw de bovenhelft over de vulling heen op de onderhelft. Druk de randen goed aan. Maak insnijdingen in de dubbel gevouwen rand. Zo belet je dat het deeg open gaat tijdens het bakken. Beleg een bakplaat met bakpapier en leg de gevulde broodjes erop. Dek af met folie en laat 30 minuten rijzen. Bestrijk de deegstukjes met water en bestuif ze met mix voor oude granenbrood. Bak de broodjes ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven op 190 graden. Haal de driehoekjes na het bakken uit de oven en laat ze afkoelen op een rooster. Evelyn serveert de heerlijk hartige oude granen driehoekjes als lunch met sla en een speelse mix van olijven en feta. Ga voor meer inspiratie naar de AVV Thuisbakwebsite. Daar vind je nog meer bakrecepten speciaal op jouw maat. En vergeet je bakervaringen niet te delen op onze Facebookpagina. Succes gegarandeerd!